Oh, daar ga ik, jongens. Daar ga ik. Daar ga ik. Daar ga ik. Daar gaat Shy Guy. Lekker. 2-1. Lekker hoor. Ja hoor, weer een doelpunt gemaakt. Hoppakee. Ja, yay. Yo, Nintendo fans. Sinds vorige week zijn Shy Guy en Daisy beschikbaar in Mario Strikers. Kijk, daar staan ze. Oh, hierbij alvast een waarschuwing. Ik heb Shy Guy best lelijk gemaakt. Maar ze moeten vooral goed zijn in de game, toch? Kijk, dit is mijn Shy Guy. En de focus ligt op kracht en snelheid. Het mooie aan Shy Guy is dat je iedere kant met hem op kan. Want zonder uitrusting zijn dit zijn statistieken. En... ja, dit is gewoon lekker gemiddeld. Je kan alle kanten op. Hij maakt echt leuke geluiden trouwens. En met Daisy focus ik volledig op techniek. En een klein beetje kracht. Want bij Daisy zijn dit de basisstatistieken. En die focussen zich ook al lichtelijk richting kracht en techniek. Dus dat gaan we alleen maar even extra benadrukken met haar uitrusting. Ik ga de Skill Cup spelen. Met Daisy en haar uitrusting in de spits. En alleen maar Shy Guys om haar heen. Het ultieme Daisy en Shy Guy team. En we mogen als eerst tegen de Magicians. Als je dit vet vindt, doe de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren voor bijna iedere dag Nintendo video's. En dan mis je niks. Daar gaan we jongens. Dit is het ultieme Daisy en Shy Guy teampie. Hoppakee. Oh, gelijk een lekker paas. Die voorzetje op Shy Guy. Oh, maar hij mist. Ja, de techniek van de Shy Guys, die valt wel mee. Let's go, let's go. Ze zijn allemaal niet zo heel snel. Dat merk ik wel. Oké, let's go. Oké, voorzet op Daisy. Oh, schieten. Lekker Daisy. Hoppakee, 1-0 gelijk. Lekker vroege treffer. 1-0. Oké, ik heb nu een banaan. Als ik nu de hyperschotbol straks kan pakken, dan kan ik hem misschien gaan doen. Want ik ben gewoon benieuwd hoe dat eruit ziet bij deze guys. Lekker, ik heb nog een itempie. Daar, pak hem. Ugh. Mijn Shy Guy die stond er letterlijk naast. En hij pakt hem gewoon niet. Verdorie. Kom op, Shy Guy. Kom op, Daisy. Nee. Het blijft 1-1. Of 1-0 bedoel ik. Nu dan. Shy Guy. Ja! 2-0. Lekker Shy Guy. Ja, sorry Daisy. Ja, dat was een mooi doelpuntje van mijn Shy Guy'tje. En dan is het beslist. 2-0. Met nog 16 seconden op de klok is het dan gewoon... ja, is het gewoon afgelopen nu. Het is gewoon klaar. Ik kan mijn items nog gebruiken. Zo. Lekker! Come on Daisy! Helaas. Helaas, het blijft bij 2-0. Maar dat is gewoon genoeg voor de eerste wedstrijd te winnen. Maar ik denk dat we nu een moeilijke wedstrijdje krijgen, hoor. Tegen wie? Tegen de Blizzards. Met de snelle planga's, jongen. Oké, okay, de Blizzards, die hebben een Rosalina'tje. Oh, oké. Okay. Oh, die beginnen gelijk als een Jacko te pasen. Maar daar is Shy Guy. En die kan gelijk 1-0 maken. Weer een vroeg doelpunt, net als in de vorige wedstrijd. Kijk ze juichen. Wee, oh. Lekker hoor. Alright. Daisy heeft de bal alweer te pakken. Daisy paast hem. En Shy Guy paast hem. Het kan gewoon 2-0 worden hier. Oh ja, ik had iets meer naar de midden moeten lopen, denk ik. Ik wacht nu eigenlijk gewoon op een hyperbol. Maar, oh, die. Oh, wacht even. Wacht eens even. Mario, kom eens hier. Oh, ja, daar gaat een doelpunt komen. Ja, dat was een goed uitgespeelde aanval. Maar Shy Guys liggen allemaal op de grond. Hey, er is geen vakantiepark hier, hè, jongens. We moeten wel ons best blijven doen. En hoe houden zij de hele tijd de bal? Oh, daar ga ik, jongens. Daar ga ik. Daar ga ik. Daar ga ik. Daar gaat Shy Guy. Lekker. 2-1. Lekker hoor. Ja hoor, weer een doelpunt gemaakt. Hoppakee. Ja, yay. Oh, ik wil het hyperschot pakken. Ja, ik heb het hyperschot. Lekker. En nu moet ik de bal nog hebben. Ja, nice. Hoppakee. Kan ik nu het hyperschot maken? Ik denk het wel. Het is niet de perfecte hyperschot. Maar daar gaan we, jongens. Met Shy Guy. Gaat hij keihard koppen? Dit is wel cool, hoor. Dit is vet. Ja. Gaat hij erin? Gaat hij erin, jongens? Houden ze hem tegen? Hij houdt hem niet tegen. Shy Guy scoort 4-1. Hotseflots. Lekker bezig, jongens. Lekker bezig. Hé, ik weet niet. Daisy heeft hoge techniek. Maar Daisy heeft nog geen doelpunt gemaakt in deze wedstrijd. Ja, Daisy is ook maar in de eentje natuurlijk. We hebben meerdere Shy Guys. Nu dan. Nu wel. Daisy. Bam. 5-1. Maken ze helemaal kapotski, joh. Heerlijk dit. Oké. Oh, ze hebben een ster. Ze hebben een ster. We moeten oppassen. Oh, hij schiet ook niet. Thanks. Oh, maar Toad schiet wel. Toad. Doodscoort. Ik was net te laat met mijn tackle. Oh, nee, daar gaan ze. Daar gaan ze. Items. Ah, nee, en die gaat er ook in. Nee. Dit was niet de bedoeling, jongens.
Dit was niet oké, dat jullie opeens alle items gaan pakken en de hyperstrike pakken en weet ik veel wat alles pakken. En dan hem ook nog kunnen uitvoeren. Het was niet de bedoeling dat het 5-4 zou worden. Het ging zo lekker. Zo zie je maar, het is nooit voorbij. Zo sta je 5-1 voor en zo staat het gewoon 5-4. We pakken de hyperstrike. En als ik deze nu zo doe, dan kan ik misschien weer een hyperstrike maken. Maar dit is een hele slechte. Dit is een hele slechte. Dit is een oranje hyperstrike. Ik denk niet dat deze erin gaat. Ik wilde eigenlijk met Daisy nog eentje doen, maar daar hadden we geen tijd voor, jongens. Daar hadden we geen tijd voor. We moesten dit gewoon proberen. Daar gaan we weer, daar gaan we weer. Ik denk dat ze hem tegenhouden, hoor. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ze gebruiken ook allemaal items, ja. Dat zat er al aan te komen, verdorie. Hyperstrike! Weer eentje met Shy Guy. Oh, weer een slechte. Oh, weer een slechte. Ik moet dit echt met Daisy gaan doen. Die heeft hogere techniekpunten. En dan is het veel makkelijker om in het blauw te komen. Maar ja, Daisy die staat in de spits dan, hè. Die is te ver weg eigenlijk. Ik denk dat hij hem weer tegen gaat houden, jongens. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Deze was zo slecht, ja. En ook in de rebound heeft hij hem nog. Het is nog 12 seconden. Het is een spannende wedstrijd, dit. Let's go. Niet laten schieten. Niet laten schieten. Nee! Het enige wat we moesten doen was niet laten schieten. En het staat gewoon 5-5 nu. Daar gaan we. Daisy staat heel vrij. Nu dan, Daisy. Lekker! En dan maakt Daisy toch de belangrijkste goal van de wedstrijd. De golden goal, de 6-5 met Team Shy Guy. Oh man, een spannend potje dit zeg. Daar gaan we jongens, als we deze winnen, dan hebben we het toernooi gewonnen. Opnieuw tegen de Magicians, daar wonnen we de eerste wedstrijd met 2-0 van. Dat was een vrij sobere, saaie wedstrijd. De vorige wedstrijd was heftiger, maar we gaan zien. Of het ultieme Daisy en Shy Guy team het kan doen. Ik doe wel gelijk echt een hele verkeerde tackle. Oh, maar ze zijn er klaar voor volgens mij. Die passing van hun die was wel oké. Okay. Nu dan. Pasen naar... Oh, ik wou naar Daisy passen. Verdorie. Ik wilde naar Daisy passen. Pak ze... Ja, leg ze maar lekker allemaal op de grond neer. Dan kunnen ze niet meer passen. Oh, daar zijn ze het niet mee eens. Nu dan. Daisy, let's go. Oh, jij had wel een doelpuntje mogen maken daar. Verdorie. Misschien kan ik nu scoren met Daisy. Weer niet. Die keeper pakt alles. Edwin van de Sarioni. Verdorie. Nu dan. Nu wel. Eindelijk. 1-0. Team Shy Guy. Team Daisy voor de win. Let's go. Wow. Gaan we het cupje pakken, jongens. Gaan we het cupje pakken. We moeten sowieso op blijven letten. Want kijk, nu hebben zij het hyperschotje. En als zij hem doen en ze scoren, dan staan ze gewoon in één keer voor. Daar gaan ze weer. Maar lekker verdedigd. Nu dan, langs de zijkant, speed, Daisy, 2-0, wat een aanval. Die gaan we even in de herhaling kijken, want dit was lekker. Precies achter de verdediging neergelegd. En in één keer, netjes langs de paal. Netjes hoor. Dan staat het weer 2-0, net als in de vorige ontmoeting tussen ons. Ik ga even het hyperschotje pakken, zodat zij die niet hebben. Ik had misschien beter kunnen verdedigen, zodat zij geen doelpunt konden maken. Want zij hebben wel items, dus ik denk... Ja. Ja, jongens. Ja, jongens. Ja, zo snel kan het gaan. Dus er komt een lange bal naar voren. Oh my god, die items de hele tijd van hun is niet normaal. Ik ga wel het hyperschot nu pakken, maar ik sta achter. Ik sta achter in de finale. Niet oké. Ik heb dit weer niet goed gedaan. Misschien nu. Nee, ik heb het helemaal verpest. Ik heb het helemaal verpest, jongens. Het gaat niet goed. Het gaat niet goed. Nog 30 seconden. Deze moet erin. We moeten... Ja, maar deze gaat er niet in. Ik krijg geen kans. Ofwel! Shy Guy! Ja! Shy Guy! Oh, wat ben ik blij met jou. Lekker gedaan, vriend. En dan is het nog 21 seconden. We hebben allebei geen items. Als ik nu een tackle kan maken... Dan... En naar voren kan gaan. Let's go. Let's go. Nee, niet let's go. Niet let's go. Wat gebeurt er allemaal? Het is complete chaos in het veld. Het is overal chaos. Nu kan Shy Guy scoren. Maar hij doet het ook weer niet. Wordt ook weer getackled. Man. Het is gelijk geworden in de finale. En dan? Wat gebeurt er dan? Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De wedstrijd is gelijk geëindigd. Dus hij moet nog een keer gespeeld worden. Oké, ja. Ik vind gewoon dat ik 2 levens heb. En zij 1. Dus dat ik zou winnen. Maar blijkbaar werkt dat niet zo. Nou, dan gaan we nog een keer. Verdorie, joh. Hier, banaantje op je hoofd.
Gaan we weer een snel doelpunt maken? We gaan weer een snel doelpunt maken. Het is 1-0 door Daisy. Nu lukt het wel, hè? Net lukte het de hele wedstrijd niet meer, maar nu gelijk 1-0 weer. Weer het voorzetje van Shy Guy en Daisy die hem rustig kan binnenschieten. Oké, jullie gaan ervoor. Items en zo. Jullie gaan ervoor, Daisy, met items. Oh ja, dit is gewoon weer een hele goede aanval waar ik niks aan kan doen. Die perfecte passing de hele tijd. Kom op, Daisy. Oh, nu dan. In de rebound, weer niet. Oh, dit was wel weer een lekke passie, hoor. Oh, en ik, oh nee. Ik geef veel te veel ruimte weg. Maar Luigi staat wel... Die staat toch helemaal aan de zijkant? Hoe kan die scoren vanaf daar? Ik sta gewoon achter, hè. Ik weet niet, ik besef het nog niet helemaal, maar ik sta gewoon achter. Er gaat ook niemand de spits in. Ga nou eens de spits in, zodat ik een voorzet kan geven. Ik dacht dat dit het ultieme team was. Nu dan, Daisy. 2-2. Goeie tackle. Achterin, 2-2. Maar het samenspel is niet altijd even goed. Meestal in het begin dan wel. Dan lukt het wel. Dan hebben we opeens een goede tackle en zo. Oké, pak de hyperschot. Nice. Nu nog even een wapentje zien te vinden. Oh, sta op. Goed zo. Let's go. Oh, niet weer die Waluigi laten schieten. Ook niet Daisy laten schieten nu. En dan staan we weer achter. Verdorie. Oké, mag ik een goed wapen? Een banaan. Nu dan. Hyperschot. Let's go. Let's go, Daisy. Let's go. In het blauw. Ja, daar staan we nu voor. Het eerste hyperschot van Daisy. Oh, skills. Oh, ze heeft echt zieke skills. Zachter hoog houden. Trucjes doen, alles. Achter de stambeen gewoon. Dat schotje. Hey, maar Daisy kan voetballen blijkbaar, hoor. Lekker. Oké, gelukkig. We staan weer voor. Oh, maar we moeten niet laten schieten. We moeten minimaal nog één doelpunt maken. Daar is Shy Guy. Die kan het doelpunt maken. Yes. Het is 5-3, jongens. Nooit opgeven als je achter staat. Want voor je het weet, sta je misschien toch weer voor. Maar nu gefocust blijven. Ik tackle hem wel allemaal. Behalve Waluigi. En die kan het doelpunt maken. Oh, in de rebound. Volgens mij ging die bal gewoon naar Waluigi, naar beneden. Ik weet niet. Ik zag die bal helemaal niet naar Daisy gaan. Pasen. Schieten. 3 seconden. Ja, dit hebben we gewonnen. We zijn kampioen geworden met Team Shy Guy, Team Daisy. Lekker. Het ging moeizaam, maar dit was een winnende doelpunt. Het hyperschot van Daisy. We hebben het hyperschot de hele video niet gezien. Maar nu, op het laatst wel. En het was de belangrijkste. Ja hoor, Daisy. Je mag de beker in ontvangst nemen. Met je Shy Guy teampie. Helemaal terecht. Ja, vet bekertje hoor. Pak hem. Lekker. Oké, jongens, ik ga weer snel weg van deze computer, want het is veel te warm om video's te maken. Laat even weten of jij nog Mario Strikers speelt en wie je favoriete karakter is. Doe de duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je gewoon bij de volgende. Mazzel!